Het Belgische zwemmen zit in de lift. Sinds de goede prestaties op de Olympische Spelen vorige zomer gaat het met de sport de goede kant uit. De zwemmers pieken nu op de goede momenten. We hebben eigenlijk sinds vorig jaar een boost met eigenlijk het doorbreken van Timmers. Op internationaal niveau heeft dat het herenzwemmen behoorlijk mee omhoog getild. Er komt concurrentie. En dat zorgt dat mensen beter gaan zwemmen. En dat is een goede zaak. En dat moet ook zo. Antwerpen is leidend daarin. Gelukkig. Met een lange ei. Nee, met een korte ei. EI. En zo moet dat ook. En dat moet alleen maar beter worden. De stad ondersteunt topsport. En gelukkig kunnen we ze daar met mooie resultaten voor terugbetalen. Kim Janssens zwom zaterdag een seconde sneller dan haar persoonlijke bestijd op de 100 meter schoolslag. En Kimberly Buijs toont dat ze in vorm is. Ze verbreekt haar eigen Belgisch record op de 50 meter rugslag tot 2 keer toe. Het staat nu op 29 seconden 900ste. Ik zwem de rugslagnummers vandaag. Eigenlijk is dat niet mijn belangrijkste nummer. Maar we zijn heel goed begonnen met een Belgisch record. En dat doet het beste voor open voor morgen, want dan heb ik eigenlijk mijn belangrijkste nummers, de vlinderslagnummers. En daar moeten we nog gewoon proberen nog een paar WK-limieten te zwemmen. Bij de mannen weten we al dat we toppers in huis hebben sinds de Spelen in Londen. De 200 meter vrije slag ging gisteren dan ook pijlsnel met Pieter Timmers, Glenn Surgeloze en Dieter de Koning, die allemaal onder het Belgisch record zwommen. Dat trouwens al 5 jaar op naam van Surgeloze stond. Ze hebben meteen ook een WK-limiet beet. Ik wist dat de vorm niet helemaal optimaal was, maar ik ben zeker tevreden met deze tijden. Belgisch record op de 200. Toch mooi en we zitten met heel veel onder de 1,49 en dat is zeker goed voor de estafette weer, de 4x200. Je zegt dat de vorm nog niet helemaal goed is, maar je zwemt wel een Belgisch record. Ja, daar kan nog wel een stukje van af, denk ik. Het nieuwe Belgisch record van Timmers staat nu op 1,48,05. Dat belooft niets dan goeds voor het WK deze zomer.